Welkom bij deze videotutorial van het Dolibar ERP en CRM systeem. In deze video laten wij zien hoe de module Relaties werkt. Voorbereiding. Activeer de module Relaties in het menu Home, Setup, Modules. Activeer ook de module Leveranciers. Wijs de rechten op de modules toe aan uw gebruikers. Voor meer informatie over het toewijzen van rechten aan de gebruikers, kun je de video Gebruikers en Groepen bekijken. Een relatie aanmaken. Met de module Relaties kun je klanten, prospects, leveranciers en partners beheren. Er zijn diverse overzichten met gedefinieerd filter beschikbaar voor prospects, klanten en leveranciers. Merk op dat een relatie in meerdere overzichten kan voorkomen. Laten we kijken hoe we een relatie aanmaken. Vul een naam in en een alias. Merk op dat dit meestal de naam is van een bedrijf of organisatie. Je kunt meerdere personen opvoeren bij een relatie wanneer je een contactpersoon toevoegt in de volgende stap. Kies of een relatie een prospect is, een klant of een leverancier. Voorzie de relatie van een adres, contactgegevens en eventueel de social media informatie. Kies het type juridische entiteit en upload een logo indien gewenst. Een klant- of leverancierscode kan automatisch of handmatig worden toegekend voor elke nieuwe relatie, evenals een grootboekrekening wanneer de uitgebreide boekhoudingsmodule is geactiveerd. Merk op dat elke relatie ook eenvoudig kan worden geïmporteerd door middel van de importmodule. Relaties, module functies. Zodra een relatie is aangemaakt, kun je navigeren naar de contactpersonen tab om je personen toe te voegen die vertegenwoordigers zijn van de relatie of een alternatief adres zoals een apart leveradres of het adres voor de financiële administratie. Bijlagen kunnen worden toegevoegd zoals documenten of foto's onder het tabblad gekoppelde bestanden. Als de module voor e-mailmeldingen is geactiveerd, kan via de tab Kennisgevingen worden aangegeven wie een notificatie moet krijgen bij specifieke Dolibar gebeurtenissen. Als er een duplicaatrelatie is aangemaakt voor een relatie, gebruik dan de knop Samenvoegen om relaties samen te voegen. Het tabblad Betalingsinformatie kan gebruikt worden om bankrekeningen van de relatie op te geven. De Gebeurtenissen of Agenda tab geeft een compleet overzicht van alle gebeurtenissen die zijn geweest of nog aanstaande zijn, zoals het aanmaken van de relatie of een wijziging, facturering, verstuurde e-mails, telefoongesprekken, geplande vergaderingen, etc. Bij activatie van de verschillende modules verschijnen er meer tabbladen en knoppen in het overzicht van de relatie. Hierdoor is er meer functionaliteit beschikbaar, bijvoorbeeld in het geval van de zakelijke voorstellen, verkooporders en facturen. Meer informatie over deze onderdelen is beschikbaar in de diverse tutorials van deze modules. Het menu Contactpersonen/adressen laat een overzicht zien van alle contactpersonen. Het lijstweergave menu is onderverdeeld in prospect, klanten, leveranciers en overig. Labels en groepering. Je kunt labels aanmaken om hiermee relaties te groeperen. Labels kunnen van alles zijn naar hoe je het wilt groeperen voor je klanten, zoals verkoopregio's, type klant of belangrijkheid van de klant zoals VIP, etc. Wanneer je klikt op een label, worden alle relaties die hiermee gelabeld zijn getoond. Om labels toe te voegen aan de relatie, ga je naar de betreffende relatie en klik op Wijzigen. Voer de labels in het daarvoor bestemde veld.
Relaties vormen een van de belangrijkste data van je bedrijf. Als het goed wordt opgevoerd en bijgehouden, is het eenvoudig te gebruiken bij de andere modules om bijvoorbeeld offertes, verkooporders, facturen, marketing-e-mails te maken of om de relaties te exporteren naar CSV of een Excel-sheet met de module export. Er zijn een heleboel andere functies die kunnen worden geactiveerd via de setup. Zoals in de meeste modules kun je ook gebruik maken van aanvullende attributen om je informatie van je klanten of leveranciers uit te breiden, met definiëring van default waarden of verplichte velden, en het is mogelijk om de import- en exportmodule te gebruiken om relaties te laden of te exporteren. Bedankt voor het bekijken van deze videotutorial. Als u meer wilt leren over Dollybar, kijk dan op www.dollybar.org.